Alsof hij laat zijn kijkers niet eens denken, vandaag heeft alsof hij stemadvies. Ik heb David en besloten voor live de stemtest te doen van de VRT. En ben ook besloten dat afslag hij natuurlijk aan hetzelfde zeel wil trekken. En we gaan proberen overeind te komen om in te gaan en Tom King voor wie dan sowieso zo'n stem. En toen ik de voorzitter van desbetreffende partij te behalen voor een niet onze aanzienlijk bedrag van sponsoring. De wettelijke pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. 65. Hoeveel is het nu? 65. Oh. Dus die vrouwen zijn totaal niet relevant. Nee. En ook, ik weet niet of ik 65 geworden ooit. Dus geef me nu alstublieft mijn pensioen. Ik ga er dan wel ding mee komen. Ik ga investeren in vastgoed. En ik ga er sowieso geen pensioen nodig hebben, omdat ik leef van de inkomsten van mijn verhuring. Ja. Dus, oneens. Oneens. Ook na 2025 moeten we kerncentrales open houden. Ja, je kunt er van alles in doen. Hè. Waarom zou je ze sluiten? Je kunt er een museum, kerncentrale museum. Ik zou het hebben zoeken. Zo, dat kan je wel zien. Hè. Daar kun je ook iets anders mee doen. Hè, wel. Er zijn gevangenissen tekort. Steeds in de kerncentrale. En goed doen ze. Stralende toekomst tegemoet. Hm. Ons skatepark. Dat gaat ook. Dus we moeten ze open doen. Eens. Ja. De volgende vrouw. Het belastingvoordeel voor bedrijfswagens, dat is naast salariswagens, moet worden afgeschaft. Jammer, 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 dat is gewoon niet zeg. Je moet weten, David, ik heb dus een jaar of vrienden een bedrijfswagen gekocht. Heb diesel. Waarom heb diesel? En ja, kost niet anders. Super goedkoop. Ja, toen hadden we een full option, maar alleen diesel en ook, verdrietig de stuur, toen hij geld. Ik ook. Niet ook. Je hoort eruit, een diesel met 300% omhoog, smerig. En ik heb mijn auto niet meer verkopen, het is niemand die een diesel moet hebben. Nee, ik ook niet. Moet ik die auto wel inzetten tegen mijn hoesting. Nu, aan de andere kant, ik vind het wel belastingvoordeel voor bedrijfswagen van de merken BMW, Mercedes, Audi en Jaguar mogen wel degelijk worden afgeschaft. Zeker. Dat zijn echt smijlen in het verkeer. En niet van Citroën. Ja. Stel deze stelling over. Volgende vraag. Er moeten meer artsen door de overheid erkend worden. Oeh. Als je arts zit, zit dat niet automatisch erkend. Ze organiseren het onderwijs om dokter te zijn. En op het einde zeggen ze dan, ah nee, nee, ze zijn nog geen dokter. Ze zijn maar dokter. Onmiddellijk zeggen ze maar dokter zit. Dat gaat toch niet. Of wat is dat voor woordzetters misschien? Of consoms? Dat zal dat zijn. Ik vind dat wel goed, hè. Kan je best naar de KMS en kan je zitten op de woordzetters. Allee, sla deze stelling over. De volgende vrouw, David, zie je er even voor. Vingerafdrukken van alle burgers moeten in een centrale databank worden bijgehouden. Wat is dat nu? Ik heb niets te verbergen. Ik voor mij mag dat, geen probleem. Ja, maar ik wel een maat. Oh ja. Sla deze stelling over. De volgende vraag is, het moet makkelijker worden om werknemers te ontslaan. Ga je niet ontslaan? Kun je niet ontslaan. Geen contract. Ah. Maar dat verstak ik niet. Dat ook weer niet onmogelijk voor werknemers te ontslaan. Ja. Maar je kunt dus wel nog een maand doen. Ja. Eens dus. En een BS moet concurrentie krijgen voor de personenvervoer. Ja. Ah ja, dat geprivatiseerd kan worden, dat er andere bedrijven in Italië, weet wel, ook op de spoorlijn komen. Maar ja, dat had ik weet niet veel. Iedereen had als zijn eigen trein in, en ze hadden in de file staan op het spoor, dat had dat zin. Oneens. Ja, oneens? Ja. Ja, oké, oneens dan. Er moeten politiecamera's op straat bijkomen. Allee. Nou ja, ik ben er wel voorstander van. Om die politiecamera's om meer vlieg dan er achter die camera's moet zitten en dan minder vlieg dan er even eruit te zien. Alek! Alek! Akkoord. Ik vind het niet meer. Alek! Volgende vrouw, David. Nieuwkomers moeten eerst slagen voor een examen over de Europese waarden voor ze de Belgische nationaliteit kunnen verwerven. Wat hè? Nieuwkomers moet eerst slagen voor een examen over de Europese waarden voor ze de Belgische nationaliteit kunnen verwerken. Ja. Ja.
Iedereen moet er toch dat examen doen. Ja. Wij zien hier een Poolse rijden van achter de hoek. Je zult er zeer niet thuis, hè. Je zult deporteerd worden. Slaat deze stelling over. Dat kort. Ook na 12 weken zwangerschap moet abortus nog toegestaan worden. Daar heb ik geen mening over. Oh, ik wel. Ik heb kinderen, zei. Ik vind zelfs 12 weken na de bevalling moet abortus nog toegestaan worden, vind ik. Ja. Ja, stel je voor dat je kind snel plots beseft, ja, oh nee, ouderschap is niks voor mij. Of zeg van, ik wil het teruggeven, want ik vind het lelijk. Ja. Zie dat een ros, hè? Dat je dat moet zien. Mijn beetje. Slaat dat je dat niet over. De overheid moet strenger controleren dat burgers die een leven krijgen een eindom in het buitenland hebben. Hoe doe je dat dan? Je hebt een leven en een eindom in het buitenland. Gepensioneerd in Benidorm. Die hebben een huis in Benidorm en die krijgen eigenlijk een pensioen, een leefloon. Dus dat is, de overheid moet strenger zijn op bejaarden, eens. Ja, samen wonen met iemand die werkt, mag niet leiden tot een lage werkloosheidsuitkering. Helemaal akkoord, man. Er zijn ook mensen die cannabis willen legaliseren. Het is veiliger volgens hen, omdat je de kwaliteit van cannabis kunt controleren. Zij vinden dat de overheid cannabis hetzelfde moet behandelen als alle andere legale drugs, zoals sigaretten en alcohol. Als cannabis legaal wordt, moeten zij niet meer stiekem cannabis gaan kopen. Wat vind jij? Nationaliteit moet een Belgische nationaliteit niet langer kunnen verliezen na het plegen van zware misdaden. Dat is hoor ze toch. Niet langer kunnen verliezen na het plegen van zware misdaden. Slag is het daar, ja. Ah ja. En slag zo. Dat is voor de Turk niet, die gasten met je geen stem. Ik vind het, we zitten twee keer in mijn stem, toen hebben we de boek om een extra land te kiezen, dan worden we nog in mijn stem. Dus iedereen een dubbele nationaliteit. Dat moet je verliezen. Compromis. Ja. Sla deze stelling over. Ja. Volgende vrouw, alsjeblieft. Er moet in de regering evenveel mannen als vrouwen zitten. Ik vind meer vrouwen. Meer vrouwen, ik ben een feminist. Meer vrouwen. En moet dat in de vooruit roepen? Twee vrouwen en een vent. Oké, meer vrouwen dan. Verdomme enig, David. Binnen is het dood. We weten dat mijn stem. Kijk. Ik ben benieuwd. Wat? Oké. En wat kan mijn stem? Blanco. Verdomme. Blanco. Wat ben je om dat te brengen? Wat kan je stellen? Wie voor de A? Wie zijn de communisten? Weet je? Wat cool. Ja. Ja, dat zijn ze niet. Die gasten zijn al die bedoeld tegen ons. Ja, wat gaan we nu doen? Dat is wel blankoïd, dus we kunnen in principe momenteel beslissen en wie dan moet stemmen. We kunnen bellen naar wie dan we wel, feitelijk. Voilà. Oké. Dan kan het allemaal kosten. Allee, hoor. Maar het moment is het dood, hè. Maar ik zie jullie zelf het meeste betonen. Johnny, lange leventje. Oh, Jerry. Nee, kweekie voor je. West, goed, ja? Yo, Ilse, wat een domme prent, hè. Maar, dat maar een kwakski. Christophe, como estat? Muy bien? Is je bakfiets al gerepareerd? Dan ook eco-seks zelf hebben. Nee, ik moet dat cashen. Ja, laat maar. Ja, laat maar, sorry. Ja, jawel, salut. Jawel.